Deze ruimte is tijdens het festival onder andere gewijd aan debatten, gesprekken, zoals dat er nu nog veel aan de gang zijn, talks, performances, maar ook voor muziek. Hier gaan een aantal concerten door, bijvoorbeeld volgende of overmorgen, ik denk vrijdag dus, gaat hier de Franse gitarist Noël Achoté zich vergrijpen aan het repertoire van de Australische popzangeres Kylie Minogue. Hij heeft de songs van Minogue ontdaan van alle ballast, is tot de essentie van die muziek gekomen en heeft daar prachtige miniaturen rondgebouwd. Morgen is het de beurt aan een volledig IJslands programma, een IJslandse invasie, muziek uit Trollen en Sprookjesland, met onder andere Kira Kira en twee groepen die het Trollenland, of het Trolleneiland zelfs, nog nooit verlaten hebben, Parachutes en Bongus. Dus als je van de muziek houdt van Sigur Rós en aanverwanten, dan is deze plek morgen uw plek. En dan vanavond een cultfiguur bij onze noorderburen. Iemand die hier volslagen onbekend is. Zelf zegt hij dat hij rock'n'roll speelt, maar voor velen is hij een Nederlandse antwoord op Mambo Kurt en Daniel Johnson. Uw applaus voor Harry Merry. Ja, ik moet nog even de keyboardstandaard verplaatsen, maar ik ben bijna klaar om te spelen. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Harry Merry uit Rotterdam in Nederland. Het eerste liedje wat ik voor u ga spelen heet The Appetite Can Satisfy Each Bite. The appetite can satisfy each bite. Come on.
Goed dat je niet in de kool. Eet ik wel in een stiefel. Vingers is wel wat wat vingel. Ik vlak wel een wetse vingel. Kijk, het zegt het feit, het feit en dutje. Je bent bij die zij, die zij testen. En kijk, het zegt het feit, het feit. Het wil meer wijd en neem je uit. En daar komt mij zich gelijk, dat leest het hier bij zich. Ben je dit heel op een integrity in human relations? Ik weet of waar ik polarizations. That's what the party bitches all been said. Now tell me who to do to keep it that. Fight, fight.